Stel je eens voor dat je een gezin hebt en op een dag komen je vrouw en twee van je kinderen om het leven door een bomexplosie vlak bij je huis. Dit is wat er gebeurde in het leven van Ho Van Tang. Het was oorlog en als reactie op het gevaar besloot hij de jungle in te vluchten met zijn overgebleven eenjarige zoon Ho Van Lang. Wat zou jij hebben gedaan in zijn situatie? Was jij ook de jungle ingevlucht? Denk je dat je daar zou kunnen overleven zonder moderne technologieën? Laat het ons weten in de comments hieronder. Dit is echter de werkelijkheid geweest voor Ho Van Lang en zijn vader, toen zij de jungle in het Thai Tra district van de Quang Nhai provincie in Vietnam invluchten. Dit alles gebeurde in 1972 en de vader en zoon bleven de volgende 41 jaar verstopt in de jungle, voordat ze gevonden werden. In die vier decennia dat ze in de wildernis verbleven, zijn ze helemaal één geworden met de jungle. Ze maakten hun eigen kleding uit boomschors en gereedschappen om te kunnen jagen en eten te bereiden, zoals bestek en kookgerei. Water dronken ze uit rivieren en stroompjes. Hun voeding bestond uit fruit, groenten, honing en verschillende soorten vlees, waaronder ratten, slangen, hagedissen, apen, vleermuizen, vogels en vissen. Dat is een meer gevarieerd dieet dan de meeste mensen hebben. Kan jij je het voorstellen om een rat of hagedis te eten? Geef deze video een like als je het aandurft. Zorg ook zeker dat je geabonneerd bent op ons kanaal met het belletje aan, zodat je nooit een nieuwe video mist. Ze maakten zelfs hun eigen huizen. Ja, je hoort het goed, huizen. Ze hebben in al die tijd namelijk op 5 verschillende plaatsen gewoond, in hetzelfde berggebied. Elke keer dat ze een andere plek vonden, maakten ze een nieuw huis. Die huizen bouwden ze hoog in de boom, zodat ze veilig waren van al het gevaar op de grond. Het laatste huis dat ze bewoonden was zelfs ruim 6 meter vanaf de grond gebouwd. Dit is het huis waar ze uiteindelijk zijn weggehaald toen mensen van een dorpje in de buurt ze hadden ontdekt terwijl ze in de jungle op zoek waren naar brandhout. De reden dat ze niet eerder ontdekt waren was omdat Tang niet wist dat de oorlog al voorbij was en hij bang was om terug te keren naar de beschaving. Dus elke keer als ze mensen zagen, vluchtten ze weg. Toen ze eenmaal ontdekt waren, werd Tang op een brancard de jungle uitgedragen en Lang kwam de jungle uit met alleen een lendendoek van boomschors aan. Lang werd met de auto naar het ziekenhuis gebracht om onderzocht te worden. Dat autoritje is wat de meeste indruk op hem heeft gemaakt tijdens zijn introductie aan de moderne beschaving. Na hun ontdekking waren ze gedwongen om weer onderdeel uit te maken van de moderne maatschappij en ze wonen nu in een huis vlakbij de jungle, waar ze zich langzaam aanpassen aan een nieuwe leven. Wat Lang in het dorp opviel, was hoe vriendelijk dieren naar mensen kunnen zijn, omdat alle dieren in de jungle altijd van hen wegrenden. Hun ontdekking is echter niet onopgemerkt gebleven. Álvaro Cerezo, algemeen directeur van Doc Astaway, een bedrijf dat vakanties aanbiedt naar afgelegen onbewoonde eilanden, hoorde het verhaal. Hij was benieuwd hoe Lang en zijn vader het zo lang hadden overleefd en besloot hen op te zoeken om een documentaire te maken. Zijn plan was om Lang te vragen naar zijn survival technieken, maar uiteindelijk verbleven ze samen voor 5 dagen in de jungle waar Lang was opgegroeid. Lang was enthousiast om terug te gaan naar de jungle en Álvaro realiseerde zich snel dat Lang een van de meest vertederende mensen was die hij ooit had ontmoet. Hij besloot dan ook zich minder te richten op het leren van nieuwe survival technieken en te genieten van het samen zijn met Lang in de omgeving. Álvaro beschreef Lang als kinderlijk. Lang heeft namelijk geen idee van sociale regels en zijn humor is als dat van een kind. Hij maakt namelijk graag gekke bekken en is ook dol op verstoppertje spelen. Ook het concept van tijd is Lang niet bekend. Hij weet alleen dat het dag en nacht wordt. De mogelijkheid om een lichtje te hebben tijdens de nacht heeft hem dan ook helemaal versteld doen staan. Veel van de moderne samenleving weet hij niet. Alleen de dingen die zijn vader hem verteld heeft, weet hij. Zo hoorde hij wel verhalen van vliegtuigen in de lucht en hij wist ook dat er in de televisie niet echte mensen zitten. Hij heeft echter geen idee van andere energiebronnen dan de zon en vuur. Ook van het bestaan van vrouwen wist hij niets af. Hoewel hij nu wel mannen en vrouwen van elkaar kan onderscheiden, weet hij nog steeds niet wat het wezenlijke verschil is. Lang heeft nog nooit enkel seksueel verlangen gehad. Zijn reproductieinstinct heeft ook nog nooit zijn hoofd laten zien in een van de vele facetten. Tijdens de 5 dagen dat Lang en Álvaro samen in de jungle waren, liet Lang verschillende survival technieken zien. Álvaro was vooral onder de indruk van Lang zijn jaagkunsten. Tijdens de 5 dagen aten ze onder andere vleermuis en rat. Wat Lang's favoriete deel van de rat is, dat is de kop. Maar geen enkel onderdeel van het dier wordt verspild. 6 jaar nadat Lang en zijn vader waren teruggekeerd in de samenleving, besloot Álvaro om Lang weer op te zoeken om te kijken hoe het nu met hem gaat. Hij nam Lang mee naar een onbewoond eiland dat hij had ontdekt via zijn werk. Ze gingen hierheen met een vliegtuig en dit was de eerste vlucht die Lang ooit had gehad.
Lang was gefascineerd door alles wat hij onder hen zag en werd verliefd op het tropische water. Eenmaal uit het vliegtuig gestapt, ging hij op ontdekkingstocht tussen de bomen en veranderde weer in zijn kinderlijke zelf. Op het eiland kwam hij ook in aanraking met kokosnoten die hij mocht openen. Tijdens de 2 dagen die ze op het eiland verbleven, was hij erg productief. Hij bouwde een onderkomen, maakte een kampvuur en klom in bomen om kokosnoten te verzamelen. Bij zijn introductie aan zeewater kwam hij er snel achter dat dit vol met zout zit. Toen hij een slok wou nemen van het water, spuugde hij het snel weer uit. Hij had geen idee dat water zout kon zijn, aangezien hij alleen maar in contact was geweest met schoon zoet water. Hij had in de nachten op het eiland moeite met slapen, omdat hij het concept van een eiland niet kende. Voor zijn gevoel was een eiland net zoals een boot en kon deze dus op elk moment zinken. Hij voelde zich onrustig en wilde graag weer terug naar het vasteland. Na hun bezoek aan het eiland gingen Alvaro en Lang naar een grotere stad. Hier zag Lang voor het eerst een wolkenkrabber. Hij vond het alleen niet leuk wat hij allemaal zag. De grote stad was te grijs en te strak en er was weinig frisse lucht. Hij keerde liever terug naar de jungle, waar hij zich thuis voelde, de weg wist en ook makkelijk in bomen kon klimmen, zoals hij dat gewend was. Dankzij de documentaire van Alvaro hebben we een goed beeld gekregen van hoe mensen kunnen overleven in de jungle en wat het met mensen doet als ze zijn afgeschermd van de samenleving. In het geval van overleving zijn wij als mensen tot veel toe in staat en weten ons ook goed aan te passen. Het is verbazingwekkend hoe we ons kunnen aanpassen en dingen kunnen leren. Denk jij dat je het zo lang had kunnen overleven in de jungle als Ho Van Tang en Ho Van Lang? Zou je alle survival technieken zelf moeten gaan uitvinden of heb je er al een paar? Laat het ons weten in de comments en vertel ons gelijk welke skill jij denkt dat het belangrijkst is. Tippy het dierenmeisje. Ho Van Lang is niet de enige die de levensechte Tarzan wordt genoemd. Er is namelijk ook een vrouwelijke levensechte Tarzan. Of moeten we haar dan Jane noemen? Tippy is een meisje dat opgegroeid is tussen de wilde dieren in Namibië. Maar wees niet bang, Tippy was niet alleen en ze was niet helemaal afgesneden van de beschaving. De ouders van Tippy waren natuurfotografen en maakten prachtige foto's van de dieren in Namibië. Dankzij het werk van haar ouders leefde Tippy de eerste 10 jaar van haar leven tussen de wilde dieren en inheemse stammen. Tippy maakte makkelijk contact met zowel mens als dier. Haar beste vriend werd de olifant Abu. Hun band was zo goed dat ze hem zelfs haar broer noemde. De dieren werden haar vrienden omdat ze bijna nooit andere kinderen zag. Alleen wanneer ze voor een tijdje bij inheemse stammen verbleven, kon ze met andere kinderen spelen. Maar tijdens hun bezoeken aan de stammen speelden ze niet alleen met de andere kinderen. Ze leerden ook veel over verschillende culturen, hoe ze moesten overleven in het wild, hoe ze met een pijl en boog moest schieten en ze leerden zelfs de taal spreken. Haar ouders hebben het leven van Tippy vastgelegd op foto's. Haar leven en haar band met de dieren is zo bijzonder dat je de verhalen niet zou geloven zonder de foto's. Zo liep Tippy op een leeftijd van 18 maanden tussen grote olifanten, terwijl ze haar fles leeg dronk. Ze was voor geen enkel dier bang en gaf dan ook met alle liefde een dikke knuffel aan een gigantische kikker. Ook voor cheetahs was ze niet bang. Je kon haar gewoon naast een cheetah zien zitten die haar ook nog een lik gaf. Ze kon niet alleen met de dieren knuffelen en bij ze in de buurt komen, maar ze kon ook nog met ze spelen. Zo speelde ze graag met de stokstaartjes die gerust op haar klauterden. Tippy's jeugd klinkt als een sprookje waar veel kinderen jaloers op zullen zijn. Zou jij ook willen dat je jeugd tussen de wilde dieren had doorgebracht? Helaas voor Tippy kwam er een einde aan dit grote avontuur toen ze 11 jaar was. Het gezin verhuisde toen terug naar Parijs. Dit was voor Tippy enorm wennen en ze hield het ook maar 2 jaar uit op een normale school. Omdat ze geen klik had met de kinderen uit haar klas, vonden haar ouders het beter dat ze thuis les kreeg. Na het afronden van de middelbare school is Tippy film en audiovisuele media gaan studeren. Dit was een studierichting die veel mensen niet hadden verwacht. Maar Tippy zet zich nog steeds in voor haar geliefde Afrika, de wilde dieren en het milieu. Het verhaal van Tippy is uitgebracht in een boek met de prachtige foto's van haar leven. Het boek is zo populair geworden dat het in meerdere talen is uitgebracht. Wat had jij gedaan na zo'n jeugd? Zou je terug zijn gekeerd naar Afrika en je dierenvrienden? Zou je de moderne wereld gaan verkennen? Of zou je iets heel anders gaan doen? Dit waren de bizarre en fascinerende verhalen over Ho Van Lang, die 41 jaar in de Vietnamese jungle heeft overleefd, en Tippy, die haar jeugd heeft doorgebracht tussen de wilde dieren. Wat vind jij van deze bijzondere verhalen van deze levensechte Tarzans? Welke heeft de grootste indruk bij je achtergelaten en denk je dat we wat kunnen leren van hun levens? We horen graag wat jouw kijk hierop is, dus laat een comment achter in de reacties.